Welkom mensen bij deze nieuwe video in 2017 en dit is een nieuwe aflevering van Reageren op Haat. Het heeft echt een tijd geduurd voordat er een nieuwe aflevering van deze serie kwam. Dat heeft natuurlijk ermee te maken dat mensen natuurlijk niet meer die hashtag gebruiken, want door de zomermaanden heen en zo vindt niemand het meer leuk om te klagen kennelijk op Twitter en zo. Maar goed, het is nu net oud en nieuw geweest en dus zijn er een hele hoop klaagkonten weer die we kunnen analyseren. Dus weet je wat, laten we daarmee beginnen. Allereerst wat ik jullie even wil vermelden is dat ik heb een foto via Twitter toegestuurd gekregen en die foto die vond ik echt de shit. Dat is deze foto en daar staat in dat een hond in de Tweede Wereldoorlog een tank reed en hij vocht gevechten en hij deed alles wat gewoon een hond van nu niet doet. Want een hond van nu is al bang voor rotjes, zeggen de mensen. Ha! Gay! En dat wil ik dus aangeven. In deze video zal je heel veel mensen zien die een reactie geven met betrekking tot dieren. Oftewel mensen die opkomen voor een dier of zo. Maar vinden dieren dat wel zo eng? Vindt een hond bijvoorbeeld vuurwerk eng? Of ligt het juist aan de opvoeding hoe jij zo'n hond behandelt? Want ik zie ook heel veel mensen die een hond uitlaten bijvoorbeeld. En dan pakken ze een hond op als er een andere hond komt. Kijk, zo leert een hond het natuurlijk nooit. En als het onweert, dan is die hond ook bang natuurlijk. Maar goed, we gaan alles bewaren voor zometeen. Want iedereen weet wel van vorig jaar dat er een hoop bizarre reacties tussen zaten. In ieder geval, deze foto was trouwens toegestuurd door Joey. Dus Joey, SO naar jou dat je die hebt toegestuurd naar Twitter. Het eerste bericht wat ik jullie even wil vermelden is dat GroenLinks, zoals iedereen wel weet, Arno Bonte, die had een meldpunt aangemaakt voor vuurwerkoverlast. Dus mensen konden hun klachten neerzetten op een website waar hun last hadden van knallen en vuurwerk en zo. Maar er is bij geen stel volgens mij een bericht naar buiten gekomen dat het een één grote neppe fake shit is. Want ik heb hier een foto namelijk en daarin is te zien dat er een knallen zijn waargenomen volgens mensen die klagen daar. Midden op de Noordzee bijvoorbeeld. Er zijn hier zo 45 knallen zijn er waargenomen waar mensen last van hebben. Dat is midden op zee. Ik bedoel, daar woont niemand. Het is gewoon fucking nep. Bovendien staat er dat er in het midden van de afsluitdijk zijn er ook maar liefst 45 knallen gemeld. 45. Daar zit overigens militair schietterrein. Maar oefeningen in december hebben we er nog nooit gezien. Fuck you! Er zijn daar geen knallen waargenomen mensen, maar GroenLinks die houdt er gewoon van om vuurwerk in een kwaad daglicht te zetten en jullie zien het hier zo. Het is gewoon lachwekkend. Ik bedoel, ik zou er niet eens boos om worden. Ik vind het gewoon lachwekkend. Het volgende is natuurlijk een reactie van vuurwerktraditie, oftewel traditie op Twitter. Die heeft gemeld dat er dit jaar het laagste aantal meldingen bij meldpunt vuurwerkoverlast zijn in 5 jaar. Dus het is positief nieuws voor de traditie. En dat is natuurlijk inclusief alle fake meldingen. Dus dat is natuurlijk best wel een lachertje. Ik bedoel, misschien gaan we nog wel eens een keertje naar weer naar een tijd waarin mensen het allemaal maar weer accepteren. Weet je, dat het oud en nieuw is en dat je een paar knallen hoort. Want laten we nou eerlijk zijn, op dit moment is het 15 januari. En horen jullie nog knalletjes of zo? Ik hoor echt niks meer. Misschien één keer in de week een keer een knalletje of zo, maar daarmee is het ook helemaal gedaan. Dan gaan we nu beginnen met de hashtags waarin mensen hun hashtag konden toesturen naar Twitter. En dan kon een politieteam of een politieeenheid kon daar naartoe gaan en kon zien waar de locatie is waar misschien zware criminele vuurwerk aan het afsteken zijn. Net zoals vorig jaar was de hashtag VWLAS015 weer ingeroepen bij de politie, dat mensen de hashtag VWLAS015 konden typen of tweeten. Dan zat daar een speciaal politieteam op om die hashtags te bekijken zo. En dan konden ze naar een locatie gaan en die zware criminelen aanhouden. De eerste reactie is van Siska van het Hof en die zegt: op de Van der Madelaan denkt iemand dat het nog oud en nieuw is en steekt rotjes af. Kunnen jullie eens langsgaan? Nummer niet bekend. Dit is op 1 januari om 4:45 ongeveer. En Siska die denkt dat alles dan gedaan is. Ik bedoel, het is 1 januari, het is een feestdag, nieuwjaarsdag. En dan steekt er iemand rotjes af en dan wil jij dat de politie erop afgaat. En die jongetjes die gewoon wat lol hebben, wil jij bijvoorbeeld halt toesturen of een boete waarin mensen helemaal niet op zitten te wachten. Ik bedoel, halt, kom op man, voor een paar rotjes die je afsteekt op 1 januari. Waar gaat het over? Maar goed, dit is nou echt typisch weer zo'n gevalletje van iemand die die gewoon loopt aan zijn pissen. Weet je, heeft waarschijnlijk gewoon een kut oud en nieuw gehad. Laten we daar gewoon eerlijk over zijn. Heeft misschien de salaris niet op tijd gekregen, waardoor ze helemaal niet kon gourmetten of zo.
Zoiets zal er wel geweest zijn. De volgende, en dat is ook op de hashtag VWLS015, dat is van Sascha Kouloze. En die heeft natuurlijk, dat valt trouwens dit jaar heel erg op, een foto van een hond. Ik zweer al die zeikers op Twitter, en ik wil niet iedereen over één kam scheren die iets die heel erg van honden houdt ofzo. Dat is echt bepaald niet zo. Maar hier de zeurpieten, die hebben allemaal als profielfoto een dier. Maar jullie gaan het zo meteen wel zien. Sascha die schrijft, in de Singelstraat regelmatig hard knalvuurwerk, al ruim een half uur. Dit is op 31 december over 6 mensen. Oftewel, het mag dan gewoon worden afgestoken. Ik bedoel, waar de fuck maakt die Sascha een probleem over? Het is 31 december om 6:30. Ik denk echt van, waar de fuck zijn die mensen mee bezig, serieus? Zitten die serieus op hun laptop? Ja, hé, Joop, ik hoor een knal, ik hoor een knal. Ik hoor een knal, ja, op de laptop. En we gaan de VWLAS015 hashtag gebruiken. Want misschien komen die jongens wel vast te zitten. Dat is helemaal wat we willen. Want dan hebben we vanavond een rustige avond, Joop. Dan kunnen we lekker rustig tv kijken, zonder al te gezeik. En dan kan mijn hond ook lekker zonder bebloede pootjes zitten. De derde reactie is van Maxime Ratticus. Die heeft een rat als profielfoto. Dit kan niet gekker worden, mensen. En die heeft getweet op de hashtag vuurwerkverbod. Want die wil natuurlijk een vuurwerkverbod hebben. Bespottelijk dat je dagenlang in een soort van oorlogssituatie zit door geknal van een aantal zwakzinnen. Dit is echt serieus. Het voorbeeld van iemand die gewoon een ander geen lol gunt ofzo. De volgende reactie, die is weer op de hashtag VWLAS015. En die is van Ferry. En die moest natuurlijk eventjes de politie Delft ook nog even mentionen. Want stel je voor dat de politie die criminelen niet in de kraag zou pakken. Dan had Ferry natuurlijk een heel erg kut oud en nieuw. Dat is op 30 december om 22:45 s'avonds. Is natuurlijk een dag voor oud en nieuw. Heel erg natuurlijk. Nieuwjaar lijkt eerder te beginnen door vuurwerk en slash knallen. Hier bij de Kristalweg slash kopkas. 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 Hey. Nou, als je Ferry's profielfoto kijkt, dan ziet hij dat hij geen geld heeft voor een tondeuze of een scheerapparaat. Dus dan zal het wel duidelijk zijn dat hij een erg kut leven heeft. Goed verhaal. Lekker kort. Ja, what the fuck, je hoort knallen op fucking 30 december, hè? Vind je het logisch? Dus rond de feestdagen begint het. En geloof me mensen, vroeger was het veel eerder. Vroeger was het begin december, hoorde je al knallen. En dat is toch ook mooi, dat is toch ook de decembertijd? Maar goed, Ferry, fuck jou. Dit is een reactie. En begrijp me goed mensen, ik heb respect voor de politie. Als ze respect naar mij hebben en naar ons, heb ik ook respect voor de politie. Maar dit is een tweet van de politie en die vind ik gewoon niet kunnen. Dat is een om nou zo'n tweet naar buiten te gooien, zo van, ha, hier, we hebben hem te pakken. Lekker hoor. Dat vind ik gewoon echt. Dit wekt nou haat voor de politie op bij mensen. Die is van de politieman Johan Dubbeldam. Ik moet hem gewoon even in beeld brengen. Die glimlach net van een echtgenote nadat we van haar man illegaal vuurwerk in beslag namen. Onbetaalbaar. En dan zo'n smiley erbij. Hashtag vuurwerkoverlast. Nou, ik weet niet of hij wil scoren of zo, die Johan Dubbelman. Maar waar slaat het op, man? En dit is weer een reactie van iemand als Rianne. Dat is, die heeft getweet op de hashtag vuurwerkoverlast. En die schrijft een reactie en die is best wel grof eigenlijk. Ik bedoel, kijk, natuurlijk, het is misschien, jij vindt misschien vuurwerk wat minder leuk, ja? Maar om dan gelijk mensen de dood in te wensen of iets, dat vind ik echt veel te ver gaan. Dan moet je opletten wat deze vrouw tweet. Jullie kunnen de profielfoto ook zien en je ziet natuurlijk wel aan de reactie van mij zometeen dat diegene gewoon gepetst is vroeger. Dat is gewoon duidelijk. Ik kan niet garanderen dat als ik nu nu al vuurwerk afstekend kutjoch voor mijn auto krijg, ik nog weet wat gas en rem is. Mensen, dit is echt een tweet van iemand die dit heeft gezet. Dit is op 21 december, oftewel het begin van de kerstvakantie voor de meesten. Diegene die zou dus bijvoorbeeld over een kind heen rijden, een kutjoch, oftewel een kind. Die zou een kind doodrijden omdat hij vuurwerk aan het afsteken is. Hoe debiel ben je dan? En dan schrijven andere mensen dat vuurwerkafstekers zwakzinnig zijn. Ik bedoel, wat is dit dan? Dit is gewoon een reden om iemand van op te pakken, vind ik hoor. Maar goed. Heel logisch, natuurlijk, schrijf ik als reactie. Jij moet gepest zijn vroeger, kan niet anders. En dat moest ik gewoon even doen. Al die tweets die ik heb gezien, ik wilde zo graag reageren. Ik heb het op een aantal gedaan, maar op een gegeven moment denk ik ook van ja. De volgende reactie, die is van Ageet Nijboer. En ja, dat is ook weer een kort pittig kapseldametje. Lekker pittig. En die tweet met de hashtag vuurwerkoverlast. Op 31 december, nota bene, knallend zo hard, de rinkelende ramen, spontaan geluid uit de gitaar door de trilling. Mensen, serieus, een gitaar die is automatisch gaan spelen door de trilling van vuurwerk. Hebben jullie die wel eens gehoord? Dit is echt niet normaal, man. Dit is echt niet normaal, dit gaat zoveel te ver. Ageet, ik zweer het is echt
ongelooflijk dat jouw gitaar muziek kan spelen door mijn knal die ik buiten afsteek. De volgende reactie, dat is hashtag oudejaarsavond, hashtag vuurwerkoverlast, hashtag vuurwerkbommen, hashtag cobra's. Daar die schrijft, oudejaarsavond bewijst elk jaar weer waarom vuurwerk verboden zou moeten worden. Oftewel, die heeft de hele avond zich lopen ergeren aan vuurwerk en die denkt van lekker verbieden, want er zijn bommen op straat. Ik ga niet meer op straat, want als ik over straat loop, dan kan ik op een bom staan of iets. Dit is ook een leuke reactie, die is van Diana Loer. Sowieso al die mensen die aan het zeuren zijn, de meesten zijn echt zo erg aan het overdrijven, dat is niet normaal. Deze mevrouw die schrijft op oudejaarsavond natuurlijk, die wil een vuurwerkverbod. En waarom? Omdat ze schrijft, leuk die oudejaarsconferences, maar door dat vuurwerk is er niks van te verstaan. Mensen, deze vrouw wil een vuurwerkverbod zodat zij haar oudejaarsconferences kan zien. jongen zeg. Als er vuurwerk buiten is, kan je dan je tv niet verstaan? Ik weet niet. Of de tv staat te zacht, of ze heeft slechte oren, is gewoon slechthorend en ze moet dan eventjes naar, hoe heet dat, Specsavers of zo? Is ook weer een kortpittig kapsel, dames. Ben je bitter? De volgende reactie is van Frederik. Die wil een vuurwerk, die schrijft met de hashtag vuurwerkoverlast op 31 december op rond een uurtje of 7:30 of zo. Die schrijft, doodsbange kat zit al meer dan een uur onder het bed verstopt. Deze dag is een hel voor dieren. Beste Frederik, ik wil jou even mededelen dat ik ook dieren heb en mijn kat die heeft de dag van zijn leven op oud en nieuw. Waarom? Omdat we hem lekker verwennen met lekker eten en we zetten de tv aan, een radiootje misschien, en de kat heeft nergens last van, die hoort het niet eens. Maar zij wil graag haar conclusies trekken. Prima, Frederik, top. De volgende reactie, die is van Edwin en die schrijft op 31 december. En dat is best wel een trieste namelijk, want die gaat namelijk foto's maken van degene die vuurwerk aan het afsteken zijn. Ik kan natuurlijk niet de hele foto erop zetten. En die schrijft natuurlijk met een foto erbij, ook deze wonen hier niet. Hashtag Tolberg, Champer, Terberg, Roosendaal, vuurwerkoverlast. Dus die zet gewoon, die jongens zetten die gewoon op social media van kijk, deze jongens steken vuurwerk af. Oftewel, ze zijn een kind aan het verkrachten. En jullie, de politie kan daarheen gaan en kan die mensen opsporen. Wellicht door Edwin komt deze foto wel bij opsporing verzocht. En dan is Edwin helemaal blij, want dan zijn die jongens opgepakt. En dan is alle criminaliteit weg uit Nederland. Waarop natuurlijk Pyroteam Delft even terugschrijft. Kinderachtig zeg Edwin, heb je een huwelijkscrisis? Dit waren sowieso de reacties van deze aflevering. Vond je deze video nou leuk om te kijken? Laat dan even iets achter. Misschien willen jullie een deel 2. Sowieso denk ik dat er een deel 2 komt. Laat het even weten. Misschien kunnen we gaan voor de 2000 likes. Zou fucking ziek zijn. Bij de 2000 likes komt er natuurlijk een nieuwe video. In 2017 hebben we natuurlijk iedere zondag een upload. In ieder geval dat proberen we wel te doen. En dan zie ik jullie weer volgende week om 12 uur op zondag. Ciao.